Dit is Marieke Vermeiren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks Inspiratie, informatie en extraordinaire kennis te geven. zodat jij het leven kan leiden. en het leven kan vormgeven. zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. In deze podcast gaan we het hebben over verandering. Een mooie uitspraak vind ik. Zeg me wat je ziet, ik heb jouw ogen niet. Hoe kan het toch dat we allemaal op een andere manier naar de toekomst kijken? De een heeft ontzettend veel vertrouwen in zijn of haar toekomst. Weet precies wat hem of haar te doen staat om doelen te stellen en zijn haar droomtoekomst te gaan volgen. De ander heeft helemaal geen vertrouwen in de toekomst en ziet het eigenlijk niet zitten. Op een dag realiseerde ik mij dat we allemaal op een andere manier naar de toekomst kijken. Het is heel makkelijk om alles te willen veranderen in jouw omgeving. Het confronterendste is om bij jezelf te raden te gaan. Dat is dan ook waar de weerstand tegen verandering vandaan komt. Op het moment dat we ons gaan realiseren dat we in een baan zitten waar we niet blij van worden. Dan gebeurt het vaak dat we de baan willen veranderen, onze collega's willen veranderen, de reistijd willen verkorten. Kortom, alles willen veranderen om onszelf beter te voelen. Misschien zit je in een relatie waar je niet blij van wordt. Je hebt al miljoen pogingen ondernomen om je partner te veranderen, te wijzen op zaken waar jij niet blij van wordt. Het klinkt heel cliché. Maar de enige die kan veranderen, dat ben jij zelf. En ondanks dat we allemaal weten dat inderdaad wij zelf de enige zijn die, uh, die wij kunnen veranderen, lijkt het soms niet helemaal logisch waar dan te beginnen. In deze podcast wil ik je oefeningen meegeven um, waardoor het makkelijker is om jouw eigen kijk op de wereld te veranderen. En in deze wereld kan het gaan om een baan, een relatie, vriendschappen, jouw leven, jouw toekomst. Als voorbeeld wil ik graag de toekomst nemen. Um, er zijn dus mensen die daar heel veel vertrouwen in hebben, ontzettend veel plezier. Precies weten wat ze te doen staat. Ze leven het, het secret principe of de kracht van visualisatie. Um, en alles gaat, lijkt ze voor de wind op te gaan. En verbazingwekkend lukt het ze ook nog allemaal. Zo'n droomleven, droomleven, zie ik als een succesvol leven wanneer jij gelukkig bent, wanneer jij je eigen BFF bent. Um, maar dit alles heb je zelf in de hand. Er zijn namelijk mensen die van binnen naar buiten leven en van buiten naar binnen leven. Een voorbeeld van naar binnen naar buiten leven is. Weten wat je graag wil. Op het moment dat je weet wat je graag wil in je leven, dan kan je daar letterlijk handen en voeten aan geven. Doelen gaan stellen, het specifiek maken en daar ook naartoe leven. Op het moment dat je van buiten naar binnen leeft, dan voldoe je aan de verwachtingen van je vriendinnen of vrienden. Je zorgt dat je op iedere verjaardag aanwezig bent. Uh, je hebt het gevoel dat je geleefd wordt. Uh, je zegt op heel veel dingen ja. En uh, op een gegeven moment weet je eigenlijk niet meer zo goed wat je nu zelf eigenlijk wil. Op het moment dat je van alles moet en nog maar een heel klein beetje kan, wordt het verschil tussen moeten en kunnen te groot. Ik moet naar de apotheek, ik moet ook nog werken, ik moet ook naar een verjaardag vanavond en ik moet ook nog sporten. En dan realiseer je je opeens: maar ik kan maar drie van deze dingen doen. Ik kan en werken en naar de sportschool. En dan is de dag om. Op het moment dat het gat tussen moeten en kunnen te groot wordt, dan is er geen ruimte meer voor willen. Op het moment dat je zo'n dag hebt waarvan je denkt, ik moet van alles, maar ik kan het allemaal niet, want het is veel te veel op een dag, is je wil eigenlijk ondergesneeuwd. En wat we allemaal graag willen, is dat de wil boven water blijft. Dat de wil er altijd is. Want dat is volgens mij uh, zelfzorg. Dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Uh, in je lichaam zitten, voelen en weten wat je wil. De mensen die in de kunnen en moeten modus zitten, die leven vanzelfsprekend van buiten naar binnen. Die proberen. Aan alle verwachtingen van hun omgeving te voldoen. En op een gegeven moment zijn ze op. En dat is het moment waar de verandering tot stand dient te komen. Je kan even niet meer. Wat alleen maar mooi is, want op het moment dat je de grond aanraakt, kan je alleen maar weer opstaan en naar boven gaan en groeien. Je kan het moment af blijven wachten totdat. Uh, je wilt ervoorschijn komt, maar je zou jezelf ook af kunnen vragen: door welke bril kijk ik nou eigenlijk naar mijn toekomst, naar de dingen die ik doe? Ben ik blij met deze bril? Ben je je eigenlijk wel bewust van de bril waardoor je kijkt? Op het moment dat ik uh, geen vertrouwen heb in mijn toekomst, of ik kijk ergens heel Negatief naar, is dat eigenlijk een cadeautje. Want dan betekent dat dat ik niet in contact ben met mijn wil. En op het moment dat ik niet in contact ben met mijn wil, met mijn ware ik, met mijn gevoelens, alle antwoorden die van binnen komen, dan raak ik eigenlijk een beetje van slag omdat ik van mezelf verwijderd raak. Dat zou je vast herkennen. Op het moment dat jij je bewust bent van jouw bril waardoor je ergens naar kijkt en die bril is niet zo plezierig, dan zou je jezelf het volgende af kunnen vragen: Door welke bril kijk je? Ik uh, ga uh, zes, zes punten benoemen waardoor jij. Uh, kan kijken of je tevreden bent met de bril die je opzet. En op het moment dat deze bril jou geen prettig gevoel geeft, hoe je deze bril dan kan veranderen. Oftewel, hoe je je eigen kijk op de toekomst kan veranderen. Het eerste punt is: door welke bril kijk jij? Is het een prettige bril? Is het jouw eigen bril? Heb je last van deze bril? We nemen als onderwerp toekomst. Hoe kijk jij naar je toekomst? Heb je vertrouwen in de toekomst? Geeft het je spanning? Word je er blij van? Weet je exact wat je wil? Door welke bril kijk jij naar de toekomst? Twee is: Heb jij daar zelf voor gekozen? Of is het er net zoals bij een andere verslaving ingeslopen? En kom je erachter dat je een bril op hebt waar je eigenlijk niet bewust voor gekozen hebt? Heb je daar zelf voor gekozen? De derde vraag is: Ben je blij met jouw bril? Zit die lekker? Voel je er goed bij? Ben je blij met jouw kijk op de toekomst? Denk daar maar eens over na. Het vierde punt is, door welke bril zou je graag willen kijken? Hoe zou jij graag naar de toekomst willen kijken? Het vijfde punt is, wat voor gevoel geeft deze zelfgekozen bril jou? De nieuwe bril waardoor je graag naar de toekomst zou willen kijken. Aangezien je je nu bewust bent van jouw bril, kan ik me goed voorstellen dat dit een hele plezierige bril is om door jouw toekomst te kijken. Het zesde punt is: hoe kan je ervoor zorgen dat deze nieuwe bril jouw nieuwe werkelijkheid wordt? Oftewel, wat is de gap tussen je huidige bril? En die zelfgekozen bril. Wat is er voor nodig om met andere ogen naar de toekomst te kijken? Altijd wanneer wij veranderingen tot stand brengen, is het heel makkelijk om deze zes vragen te beantwoorden. Um, te denken, nou ik weet het, of misschien was je al bewust van deze bril, um, dan stoppen we het weer in de boekenkast en we gaan weer door met de volgende dag. De dag erna komen we erachter dat het verschil tussen moeten en kunnen nog steeds aanwezig is, dat de ruimte voor wil af gaat nemen. Het zou kunnen helpen om jezelf meerdere malen Per dag af te vragen door welke bril je kijkt. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en de bril opzetten die bij jou past. Perceptievorming, in dit geval jouw kijk op de toekomst, is projectievorming, de toekomst zelf. Wanneer je jouw eigen kijk op de toekomst, dus jouw bril, verandert. Dan verandert de toekomst automatisch met je mee. Iedereen is in staat om te veranderen. Soms is dat heel gemakkelijk, of lijkt dat heel gemakkelijk. Het wordt vaak vergeleken met fietsen. Dat is iets wat je ook niet in één dag hebt geleerd. Het is zelfs zo dat op het moment dat wij mensen nieuwe dingen aanleren. Dat een verandering makkelijker tot stand te brengen is. De weerstand in ons brein neemt af tegen vernieuwing en tegen verandering. Dat maakt waardoor andere dingen ook makkelijker zullen gaan. Wil je het jezelf makkelijker maken? Doe dan iedere week iets waarvan je eigenlijk denkt: oeh, dit vind ik best spannend. Dit is out of my comfort zone. Op het moment dat we onszelf willen ontwikkelen, is het van belang dat we het minder ingewikkeld gaan maken voor onszelf. Maak je te ingewikkeld. Ingewikkeld, het woord zegt het al. Dan zal je zien dat je ontwikkeling ook trager gaat. Ik denk dat een ieder in staat is om te veranderen wanneer hij of zij daar klaar voor is. En het belangrijkste van alles is denk ik dat je jezelf blij maakt en goed voor jezelf zorgt. En op het moment dat de dingen even niet lekker gaan of je weet dat je ergens niet blij van wordt, is de enige die verantwoording kan nemen voor dit issue, dat ben jij zelf. Oftewel, jouw probleem is de oplossing in één. Als afsluiter wil ik graag uh, nogmaals de zin zeggen: Ik heb jouw ogen niet, dus zeg me wat je ziet. Dit is een doordenkertje. Maar ik hoop dat, uh, dat deze zelfgekozen bril um, en de bewustwording van jouw bril uh, jou gaat brengen naar een hele mooie verandering. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. En het beluisteren van deze podcast.